We gaan kijken naar de kleine finale van de 1000 meter voor de mannen. Inzet hiervan de plaatsen 5 tot en met 8 in het klassement van het Olympisch 1000 meter shorttrack toernooi. De verslagenen dus uit de halve finale, zeg maar, die hier dan mogen rijden met z'n vieren voor 2 Olympische diploma's. Want die krijg je, als je 5e of 6e wordt op een Olympische discipline. Wilf O'Reilly, Geert Blanchard en 2 Canadezen, Michel Denyeau en Mark Lecky. Wat zullen die twee voorsten, Blanchard en O'Reilly, nu 2e en 3e, ontzettend teleurgesteld zijn. Want zij hadden zich toch zelf ook een favoriete rol toegeschreven. En kwamen hier alleen maar voor goud. En Blanchard nu weer op kop. Lecky in 2e positie en nu weer in 1e positie, omdat Blanchard even niet oplette en de Canadees snel binnendoor wipte. Maar Blanchard komt terug. O'Reilly ook. Ja, de Engelsman natuurlijk. Die heeft, ja, moet al een beetje goed maken hier van die valpartij van daarnet. Hij zal in ieder geval of 5e of 6e willen worden, mag ik aannemen, in dit Olympisch toernooi. O'Reilly, Blanchard. Denyeau komt nu voorbij zijn landgenoot Lecky. En probeert in 1 keer door te stoten naar een nog betere positie. Maar O'Reilly en Blanchard houden voorlopig het gaatje dicht. 2 ronden nog. O'Reilly, Blanchard, Lecky. Denyeau lijkt geklopt. En Blanchard wordt nu van die 2e positie verdrongen door Lecky. Hij probeert natuurlijk weer terug te komen. En daar komt de Canadees. Gaat hij ook nog O'Reilly voorbij of net niet? Nee, O'Reilly wint en ik denk dat Blanchard misschien toch nog 2e is geworden in deze serie. De vertragende beelden zullen dat moeten uitwijzen. In ieder geval, O'Reilly eindigt als 5e in dit Olympisch 1000 meter toernooi. Dat staat vast. Michel Denyeau valt buiten de prijzen. Die werd 8e in deze kleine finale. Of 4e in deze kleine finale en 8e in totaal. En we moeten nog even een slag om de arm houden omtrent de 6e positie in het eindklassement. Of die voor Lecky is dan wel voor Blanchard. Nou, misschien dat deze beelden dat uit kunnen wijzen. O'Reilly wint, daar is geen twijfel over. Hier probeert Lecky nog even de koppositie te krijgen. Maar de zeer geroutineerde Wilf O'Reilly staat dat niet toe. Dan moet de Canadees extra metertjes maken, helemaal buitenom. Dan gaan we de laatste bocht in. Dan probeert Lecky nog een keer de koppositie van O'Reilly over te nemen. Blanchard ziet daar mogelijkheden aan de binnenkant. O'Reilly pareert de aanval, gaat als eerste over de streep. En ik denk inderdaad Blanchard dus als 2e. Met andere woorden, 5e in het eindklassement is Wilf O'Reilly. 6e Geert Blanchard, 7e Mark Lecky en 8e Michel Denyeau.